Nijmeegse volkszanger Jean Knipping en Roderick van Kerkhoff scoren een hit met het protestnummer Foei, ik loei. Het nummer staat inmiddels in verschillende hitlijsten en het lijkt prima aan te sluiten bij de protesten van de boeren. Toch is het nummer daar niet speciaal voor geschreven. Het lag al even op de plank. Ja, de insteek was niet dat ik speciaal het nummer had gemaakt voor de boeren. Ik had dat ding voor 2 maanden terug hebben die opgenomen in Best. In principe was het bedoeld voor de carnaval. Maar op het moment dat die boeren in opstand kwamen tegen het stikstofgebeuren, heb ik Adrie Berk gebeld. En ik zei, jongen, die single moet eruit nu. Ik zeg, 1 en 1 is 2. Ja, en heel Nederland valt over me heen. Ja. Alle koeien hier zitten aan het bier. Het duo Abe, zoals Jean Knipping en Roderick van Kerkhoff door het leven gaan, willen er zelf niet rijk van worden. De opbrengst gaat namelijk naar een heel speciaal doel. Dit is voor kinderen met autisme. We hebben een stichting voor. En de muzieklessen zijn weggesaneerd in principe. En wij proberen met onze stichting daar geld voor te genereren, dat die kids met autisme muzieklessen krijgen. En die worden zo gelukkig van muziek. En daar is het om ons om te doen. Ik ga niet voor 100 euro zingen. Ik zeg maar, als ze zeggen van er komt een gigantisch bedrag aan. Ja, dan kan ik misschien heel Gelderland van die kinderen kan ik gelukkig maken.